Vanavond start een 100 euro side event. We verwelkomen verschillende Vlaamse celebrities hier in het Casino van Namen. Bekende Vlamingen zoals Dien, Davy Brokatus, Tom Helzen, Youssef en vele anderen gaan straks de strijd aan in dit side event van de Belgian Poker Series. Eén van hen is al zeker van een prijs, want wie als laatste overblijft in dit side event mag meedoen aan de Poker Series Blankenbergen. Normaal gezien supporter ik voor een van de deelnemers, maar vanavond supporter ik voor mezelf. Davy, heb je jou voor dat eventje voorbereid of totaal niks? Wel, moet ik eerlijk zijn? Niks. Hoe kan ik jou uit het toernooi verslaan? Hoe kun je mij verslaan uit het toernooi? Ga gaan meespelen om te beginnen. Ik weet het eigenlijk niet. Het is de laatste keer dat ik hier opgespeeld heb, dus dat is al maanden geleden. En vroeger had ik af en toe zo nog eens even de goesting voor op het internet te gaan, met de laptop, zo lekker in bed, maar... Wat een vraag. Nee, het is echt van de laatste keer geleden hier, ook in Namen, dus ik ben echt eens benieuwd. Ik denk, de moment dat ik all-in wil gaan en je dus zo... Woest, dan gaat dat waarschijnlijk wel winnen, denk ik. Ik hoop één ding, dat ik niet in slaap val. Dus ofwel heb ik veel chips heel snel, ofwel direct kwijt. Wij verlangen geven onze wieps het beste van zichzelf, maar één voor één worden ze gebust. Er kan maar één winnaar zijn. En de winnaar is de gitarist van Clouseau, Tom Lodewijk. Tom, eerst en vooral proficiat. Jij bent de winnaar van onze last longerbed en hiermee wint je dus een ticket voor BPS Blankenbergen. Dat is het enige waar ik eigenlijk voor gekomen was. Ik wou alleen maar winnen van een Dien eigenlijk. Het toernooi winnen interesseert me niet. Ja, het is toch wel de bedoeling dat je verder gaat spelen en dat je ook de finale tafel haalt. Want dan ga je ook nog eens extra gaan cashen. Ah ja, natuurlijk. Ik probeer met een bankroll rustig op te bouwen. En deze zou een goede manier zijn, ja. Ik zag dat jouw broer jou aan het relen was. Hij speelde ook mee. Ja, die heeft jammer genoeg met een 70-30 op de turn eruit gegaan. Dat is poker natuurlijk, hè. Jammer. Super, dankjewel. Nog alvast proficiat en we zien jou dan in Blankenbergen. Mag je groeten aan mijn moeder? Groeten aan mijn moeder.